heb, weet ik veel, hoeveel directeuren meegemaakt. Die zoveel geld hebben meegenomen. En wij staan in de kou, patiënten staan in de kou. Ik ben zo boos. De demonstranten staan hier maar met één doel. Ze willen duidelijk maken dat de sluiting alleen maar verliezers kent. We hebben vele tientallen lange verhalen, schrijnende verhalen gehoord van mensen die heel lang moeten wachten op goede zorg. En dat zeggen professionals ook, ambulancepersoneel, huisartsen, ziekenhuizen zijn overbelast. Sinds het faillissement van Sloten Vaart is het eigenlijk alleen maar veel erger geworden in Amsterdam. Zijn de wachtlijsten eindeloos lang. U heeft een ereschuld. Zorg dat er weer royaal wordt geïnvesteerd. Daarom staan al deze mensen hier. Wij willen geen wachtlijst meer in Amsterdam.